Goedemorgen. Welkom deze donderdagochtend bij de Mandala Academie. Mijn naam is Kim Vermeer. En elke week is er weer een Facebook Live uitzending. Behalve volgende week. Dan heb ik een weekje vrij. En die slaan we even over. Dan gaan we 2018 gewoon weer verder. Maar ik wilde heel even heel trots iets laten zien. Kijk nou. Ik kreeg dus, terwijl ik op kantoor zat van de week, een appje van mijn lief. Kim, je bent een beetje popiopie. Er lag me daar toch een partij post in de bus. Kan ik dit een beetje goed laten zien? En ik denk, nou, hoe kan dat nou? Ik stuur namelijk nooit kerstkaarten. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Vind ik veel te veel gedoe. En dan krijg je er ook ieder jaar steeds minder. Maar nu, gisteren en eergisteren, ik heb bijna eelt op mijn handen van het enveloppen uitpakken. Maar ook echt een heel groot hart van alle mooie woorden die ik heb mogen lezen in deze geweldige kerstkaartenverzameling die zo even bij me binnenkwam. Van, ja, ik kan ze niet allemaal in detail laten zien, want dat zijn dus gewoon echt ontzettend veel. Nu heb ik begrepen, uit betrouwbare bron, dat de aanstichtster van dit alles Mariska is. Mariska, dankjewel voor dit geweldige idee. Ik weet niet hoe de uitvoering is gedaan. Ik heb het geprobeerd los te peuteren bij Tina, Bertina en Hilda. Die hebben niks gezegd, dus ik weet niet hoe jullie dit voor elkaar hebben gekregen om dit voor mij verborgen te houden. Maar geweldig. En nou ja, ik ben benieuwd. Zie je de jouwe ertussen hangen? Ik ben er heel erg blij mee. Dus ze blijven hier wel even hangen nog. Tof hè, dit. Wie zijn er allemaal binnen? Goedemorgen. Joke is vanuit de auto op weg naar Breda. Ik hoop niet dat je rijdt. Wel voorzichtig doen, hè? Karin, goedemorgen. Teunie, Fred is erbij. Brenda, goedemorgen. Marianne, Henny, Sharon, Letty is binnen. Cindy is binnen. Bianca, nou gezellig. Fiona, leuk dat je er bent. Hilda, goedemorgen. Heb je vrij? Zo, Manja, goedemorgen. Nou, we zijn al met gezellig veel. Ja, ik dacht, nou, het is Joele vandaag. Joele is, zeg maar, de terugkeer van het licht, hè? Dus dat is, zeg maar, de originele kerst. Mag ik dat zeggen? Ja, ik vind dat ik dat mag zeggen. Het is de originele kerst. Dus dat is zeg maar van de paganisten het vieren dat het licht weer terugkomt. Het is de langste dag, de kortste dag. En hierna worden de dagen weer langer. Het licht komt terug. Nou, dat heb je me misschien de afgelopen week al wel horen zeggen. Ik ben iemand die houdt van licht. Ik ben dol op daglicht, op zonlicht. Licht, licht, licht. Dus dacht ik, ik ga daar eens op door. Ik zag een ontwerp en toen daar zag ik twee dingen in. Een kerstster. En fijne jullie, Jolanda. En ik dacht, ja, met jullie kan je daar natuurlijk ook, of met de langste nacht, kortste dag, kun je daar ook licht in tekenen. Zie je het ook? Zie je dat dit een kerstster zou kunnen zijn, maar dat je er ook een zon in kunt zien? Tof, hè? Vond ik. Dus die gaan we vandaag doen. Ja, zijn weer een hoop rechte lijnen. Het is een heel simpel ontwerp. Lijnen en een paar cirkeltjes. Maar dat is zo leuk, want vorige week hadden we natuurlijk deze. En nu heb ik wel mijn kristal meegenomen, wat ik wilde laten zien vorige week, wat niet kon. Kijk, hier is die. Hier zie je dus dat die geslepen worden in vlakken. En heus niet allemaal zo netjes zoals deze, want ze volgen natuurlijk vaak de vorm van de steen. Kijk. En dat hebben heel veel mensen weten te tekenen erin. En dat is echt ontzettend leuk. Dus dit waren kristallen. Maar hier had je ook al bijvoorbeeld vuurwerk van kunnen maken of zo. Hè? Als je nog een leuke oud en nieuw. Dit kunnen net zo goed vuurwerkpijlen zijn. En vandaag gaan we dus. Ja, een kerstster of een zon. Net wat je erin ziet. Of iets heel anders. Als je er iets volledig anders in ziet. Laat mij je creativiteit niet in de weg staan. Maar ik wil dus heel even een paar laten zien die echt zo'n kristal getekend hebben. Naar aanleiding van vorige week. Zoals Benedicte bijvoorbeeld. Kijk. Ze zegt, ik had wat moeite met de metallic potloden, want die waren zacht. Dat is vaak zo met metallic potloden. Dat zijn, dat is een zachter pigment. Ze zijn vaak vettig. Maar kijk, ze heeft heel goed die techniek toegepast. Ze heeft er mooi goud doorheen. En ik vind haar rand zo ontzettend leuk, zie je dat? Die edelstenen. Dus dat is er één. Fred heeft hem gemaakt, maar dan in een 36-verdeling. Zie je? Krijg je er dus meer. Maar heel mooi ook zo'n kristal in het midden gemaakt. Gaaf, hè? Goedemorgen Jenny, hi Lucia. Eens even zien. Fiona, die is binnen, zag ik daarnet. Nou, die heeft er echt een juweel van gemaakt. Kijk,
Die heeft helemaal de tekening en daaromheen is ze losgegaan. Prachtig vlechtwerken doorheen. Kijk, erg mooi gemaakt. Mooi zo die, het ligt echt allemaal glas in een juweel. Ik vind hem heel gaaf. Ja, vind ik ook. Eens even kijken welke ik nog meer kan laten zien die net even misschien een beetje jou weer inspireert. Heel leuk ook dat de kerstmandala weer naar voren kwam. Die heb ik vorig jaar gedaan. Deze is van Riet. Deze heb ik vorig jaar gedaan. Die kun je terugvinden op YouTube. Of op mijn website mandalaacademie.nl onder tekentips. Even goed zoeken. Bij feestdagen denk ik dat je hem heel snel hebt. Maar dan kun je dus nog eens een kerstmandala maken. Dat is wel heel erg leuk. Misschien ook met de kinderen. Wat ik zo leuk vond bij Anne. Die schrijft. Mijn kristalletje. Toen ik begon. Weerstand. Rechte lijnen, wat moet ik ermee? Dat kan niks worden. Maar toen kon ik niet meer stoppen en na een poosje non-stop kleuren is dit het resultaat. En dat is ook een beetje mijn ervaring met de rechte lijnen. Ik was geen vriendjes met de rechte lijnen en met mijn lineaal. En ineens viel het kwartje. En soms ben ik gewoon helemaal dol op rechte lijnen. Ik zit nu in zo'n fase. En dan ineens zie ik, ja, dan denk ik, goh, misschien helpt het, is het ook als ik heel druk ben in mijn hoofd, dat ik dan juist die rechte lijnen waardeer, omdat dat de energie is waar ik zit. Hè. Rechte lijnen is nadenken. Hè. En daar zit ik op dit moment een beetje in. Dus misschien dat ik die behoefte heb om dat dan op papier te uiten en dat het dan een stukje loslaat. Geen idee, Anne. Ik weet niet of je dat herkent, maar die weerstand in eerste instantie op die rechte lijnen, die herken ik. Dus die kan lekker doorgaan deze week. eens even zien. Deze wilde ik laten zien van Yvonne. Kijk, ik hoop dat je dat kunt zien, maar dit lijkt echt zo'n... zo'n kristal bundel. Je kan dit niet zo heel goed zien hier. Dat is, blijft jammer. Maar dit is zo'n bundel met van die kleine kristallen. Zoals ik hier dus die grote had. En zij heeft dat heel goed van bovenaf... ik heb een handentekort. Van bovenaf getekend. Kijk, zie je? Dit is er dan zo één. En als je die in een groep hebt, dan is dit een beetje wat je ziet. Ik vind hem heel mooi gemaakt. Heel mooi. Een cluster. Dankjewel, Sharon. Nou, nog één. Even kijken. Oh, dan kies ik op zwart. Caroline heeft hem op zwart gemaakt. Zie je dat? Altijd een mooi effect. Dan komt de schittering vaak nog beter naar boven dan op wit papier. Omdat je werkelijk licht op zwart tekent. Dus die wilde ik laten zien. Als je net binnenkomt en je denkt, zo, die heeft veel kerstkaarten. Dat is dus de schuld van Mariska. Die ergens op een of andere manier, slikkiewijze, een manier heeft gevonden om mensen op te roepen om mij een kerstkaart te sturen. Dat is gelukt. Ik was echt overvallen, echt verrast. En alle mooie woorden daarin, nou ja, ik ga ze vast allemaal nog 10 keer lezen. Want het was geweldig om te lezen en heel fijn om te weten dat ik met de Mandala Academie een verschilletje maak bij mensen in hun leven. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Inderdaad, heel goed, Cindy. Die heeft ze goed gedaan. Heel leuk. Vandaag, ja, wat je erin ziet, een kerstster of een zon. Ik ga je laten zien hoe je maakt. Het is nu het begin van de uitzending, dus ik laat bij deze even weten. Het is een 24-verdeling. Jammer hè, Hilda, net te laat. ik begin met een 12 en daarna doe ik hem 24, denk ik. Want misschien is dat het gemakkelijkst. Ga ik even over nadenken terwijl ik de camera draai, wat ik daarmee ga doen. Nee, geen 16, Cindy. Zei ik 16? Nee, oh, goed zo. Juist, dus ik ga de camera draaien. Ik ga eerst papier pakken. Ik doe dat op 20 bij 20. Dat is eigenlijk hetzelfde als A4. Als je geen vierkant papier hebt. Dus dan zie je ook hoe die in werkelijke grootte wordt. Ga ik hem draaien. Nog altijd geen mandala op het plafond. Ja, deze gaan we maken. Hoe gaan we die maken? Eerst je spullen bij elkaar rapen. Ik ben gewoon ondersteboven van de kerstkaarten. Mag je best weten. Lineaal. Ik ga mijn papier in 12 delen verdelen als eerste. Dat doe ik zo. Dat hoef je niet zo te doen. Moet je helemaal zelf weten. Ik doe het wel zo. Omdat ik denk dat stap voor stap voor mensen die nog niet zo heel erg gevorderd zijn, het beste werkt. Dus ik deel mijn papier in vieren. Ik doe dat omdat ik een vierkant papier heb op deze manier. Zo. En dan zet ik een grote cirkel neer. Groot als in deze afstand. Want dit moet er dan straks nog bovenop. Hou daar rekening mee.
Niet dat je hem helemaal tot de rand doet, want dan kom je zo dadelijk bedrogen uit. Centimeter of 8 tussen je passerbenen, gok ik. Die zet ik. En dan maak ik een 12-verdeling. Dat kan ik doen met mijn passen en mijn, zoals ik hem nu heb staan. Kijk maar. Als ik nu op deze hoek ga staan, de kruisingscirkel en lijn. En ik maak zo die markering en ik doe dat op alle vier die punten. Zo. Dan heb ik een 12-verdeling. Handig, hè? Dan zet ik vervolgens een iets kleinere cirkel. Centimeter of 2 kleiner, dus laten we zeggen 6 centimeter in je passer. En nog een nog kleinere cirkel voor het midden van die zon. Nou, dat vind ik altijd lastig. Dus wat ik doe, is ik zorg dat ik goed mijn passerpunt in het papier druk. Dan zet ik mijn passerpotlood erop. En dan draai ik gewoon even mijn papier. Dan maakt het namelijk niet zoveel uit of mijn passer wegschiet. Maar dan schiet mijn papier in ieder geval niet weg. Hey, tipje. Oké, die hebben we staan. Dan ga ik van die 12-verdeling de lijnen, dit punt door het midden naar het punt aan de overkant. Leg ik mijn liniaal. En tot aan die kleine cirkel trek ik de lijn, of vanaf de kleine cirkel naar de buitenrand. Wel naar de hele buitenste rand. Zo. Kijk, dit kan ik uitgummen. Dat ziet er nu een beetje raar uit, denk ik. Als je dat uitgumt, dan wordt het al wat meer een geheel. Zie je dat? Nu wil ik deze cirkelrand, die kleinere, ook in 12 verdelen. En wil ik op het midden van dit vak uitkomen. Een tip is, kijk, je kunt nu dus die buitenste in 24 delen verdelen. Maar je kunt ook de middelste nemen. Ik neem mijn gradenboog. Die leg ik op het midden. Zo. Dat zie ik omdat mijn 0 op mijn passerpuntje ligt. En deze 0 ligt op die lijn. En deze 0 ligt op die lijn. Dus dit is de nullijn. En dan is zo'n vlak, een 12-verdeling, is 30 graden. De helft van 30 graden is 15. Dus ik kan nu relatief gemakkelijk het midden vinden van die vakken. Gewoon steeds vanaf de rand, zeg maar, 10, 15 graden. Vanaf die lijn 10, 15 graden. 10, 15. Op een gegeven moment zie je het wel hoor. Zo, heb ik die ook verdeeld. Dat is het. Dan gaan we nu lijnen trekken om punten te maken. Even een kleiner lineaaltje. Nou, het ligt nu niet, dit stuk ligt nu niet op die cirkelrand. Ja, dan kan ik heel netjes dat gaan verleggen door mijn liniaal langs dat punt, door het midden, naar het punt aan de overkant te leggen en dat op die cirkelrand te zetten. Maar ik vind het verschil zo klein dat ik denk, nou, ik doe wel even stiekem zo. Ik weet niet hoe dat bij jou is, dus dat moet je heel even voor jezelf bekijken. Maar wat ik net deed, op die manier kun je dat punt dan verleggen naar je cirkelrand. Ik vind het wel gezegend, zullen we maar zeggen. Zo, hopla. Dan gaan we de punten trekken. Van binnenuit begin je op die binnenste cirkelrand. En je legt je liniaal naar dit punt. En dan weer daarheen. En dan weer daarheen. Kijk, dit punt. Daarheen. Daarheen. Heel gemakkelijk. Nou, ik zal deze even aan deze kant afmaken. Zo, dan heb je dus die zonnestralen staan. Vervolgens ga je vanuit het punt van die zonnestraal naar daar en weer terug naar het punt van die zonnestraal. Ik noem het nu zonnestraal, maar dat wil niet zeggen dat het dat moet worden, hè?
Zo. Zo ontstaan die. Nou, dan hebben we nog over, hoe maak je nou die boogjes daarboven? Dat doe je met je passer. Je zet je passerpunt in de punt van die zonnestraal, dus op die binnenste cirkel. En je passerpotlood meet je af naar hier. Zo. En dan trek je een boogje van die punt naar de volgende punt. Zie je dat? Ik zal het even zo doen. Vanuit hier naar daar. Hop. Dat is wat je doet. Nou, en welke lijnen je dan laat staan, of je hele cirkels trekt, of hoe je dat doet, dat moet je natuurlijk allemaal helemaal zelf weten. Maar uiteindelijk, als je dat allemaal hebt gedaan en je bent helemaal rond, is dit wat je krijgt. Makkelijk, hè? Relatief makkelijk, denk ik dan. Kom ik weer met mijn kaarten. Want ik ga zo dadelijk een kaart trekken als ik gelezen heb of er nog vragen zijn, ja of nee. Dat zijn kaarten die ik gebruik van Fanny van der Horst. Die kun je kopen op fannyvanderhorst.nl. Een heel uniek cadeau, want iedereen is natuurlijk dol op van die kaarten met teksten of spreuken of tekeningen. Deze zijn heel erg mooi. Zijn ook mandala thema. Licht thema ook. En die kun je bij haar kopen, fannyvanderhorst.nl. Dus daar ga ik zo dadelijk een tekstje van zoeken. Ik ga eerst even kijken of iedereen gesnapt heeft wat ik heb gedaan. Leni zegt snel naar de winkel voor de gradenboog. Ja, echt. Het is een paar euro en zoveel voordeel ervan. Goedemorgen Hilde. Riet is erbij. Wilma is binnengekomen. Even zien hoor. Mia is binnengekomen. Fia is er eindelijk weer eens live bij. Leuk. Benedict heeft al hard gelopen. Poe. Even zien. Nou, zo te zien. Zijn er geen vragen? Het is ook niet zo'n heel moeilijk ontwerp. Dus die gradenboog Leni, het is niet per se nodig. Je kunt hem natuurlijk ook downloaden op mandelaacademie.nl. Gratis downloads. Kun je printen. Zo groot als je zelf wil. En die kun je ook gebruiken als je een printer in huis hebt. Dus je kunt sowieso ermee aan de gang. Dan ga ik maar een kaartje trekken. Hè? Eens even kijken waar we de kerst mee door mogen. Volgende week ben ik er niet. Volgende week ben ik leuke dingen aan het doen met mijn neefje en mijn nichtje die komen logeren. Kristal Helder, leuk Sharon. En de week erop ben ik er gewoon weer. In januari zitten we in het volgend jaar. Ik geloof je niet. Ik weet niet of je vorige week hebt gekeken, maar toen trok ik een kaart. En die trek ik nu weer. Ik zal hem voorlezen, maar ik ga er wel echt nog één trekken. Want anders is het net alsof het 48 dezelfde kaart zijn. En dat is niet zo. Maar ik trek dus weer de kaart. Stap volledig in je kracht in plaats van op halve kracht aanwezig te zijn. Breng bewust en actief licht in elke situatie die daar nu om vraagt. Het leuke is dat Fanny hem van de week zelf ook trok. Dus het is, blijkbaar heeft de wereld echt behoefte aan mensen die in hun kracht stappen. Of de mensen hebben behoefte aan in hun eigen kracht staan. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik ga er gewoon nog één trekken, want we mogen best vals spelen. Niets doen is soms even krachtig en effectief als handelen. Laat je intuïtie spreken waar je iets doet of waar je iets laat. Dus volg je intuïtie. Waar ga je iets doen en waar ga je iets niet doen? Want niet doen of niets doen is soms even effectief als handelen. Nou, twee boodschappen maar liefst deze week. Ik wil je fantastische kerstdagen wensen. Laat je niet gek maken. En een knallend uiteinde. En een spetterend nieuwjaar. Als je meedoet met de Mandala Adventskalender, we hebben nog een paar dagen. Hè? De 24e is de laatste. We zijn met een heel mooi project bezig daarin nu met de dromenvanger. Je kunt nog meedoen. Als je hem nog niet hebt gekocht en je wil hem kopen, 15 eurotjes op mandalaacademie.nl. En dan krijg je nog, hij is tot 31 maart inzichtelijk. Daarna komt hij niet meer terug. Maar daar zijn we nog even mee bezig. Dus daar heb ik nog contact met je. En anders Mandala Maandag, laat zien wat je hebt gemaakt. En dan zie ik je over 2 weken. Ik wens je hele fijne dagen en in ieder geval een hele fijne donderdag om mee te beginnen. Tot ziens. Doeg.